gigantische meerwaarde om hout te kunnen vastnemen, om er kunnen mee te werken. En ik ben in het weekend ook heel vaak onderweg om gewoon naar bomen te gaan kijken en te zien wat er mogelijk is. Design heeft voor mij niks met styling te maken, maar eerder met de waarden van een product. Veel designproducten worden enkel beoordeeld op een uiterlijke vorm of op het printje in een tijdschrift. Maar voor mij moet het wel meer zijn. Het moet ook echt een boodschap hebben. Bulo is een bedrijf in de kantoormeubelsector al sinds 50 jaar. Een Vlaamse KMO met een 100-tal werknemers. We zijn opgericht in 1963. En gaandeweg hebben wij ons meer gefocust op design. We denken dat naast functionele en ergonomische waarden het esthetisch en het goed voelen van een omgeving, van een werkomgeving, vooral ook te maken heeft met mooie meubelen. Hout als grondstof wordt nog steeds ondergewaardeerd. Er is ook erg veel druk op de grondstofmarkt van het hout. Er is heel veel vraag, zeker als je kijkt richting China. Chinezen hebben eigenlijk geen eigen markt in hout, dus die moeten alles importeren. Vandaar dat we hier intern eens gekeken hebben, laat ons eens out of the box, zoals dat heet. Laat ons eens kijken welke materialen ook nog hout zijn en die we eventueel toch nog zouden kunnen toepassen voor het maken, het vervaardigen van meubels. Dan zijn er een aantal dingen die kunnen. Wij werken bijvoorbeeld op dit ogenblik veel met grassen. Bamboe is een gras, palmhout. Wij zijn de enige producent in de wereld die vanuit palmbomen fineer maken. Verder is er natuurlijk ook de idee om recuperatiemateriaal te gebruiken. Bijvoorbeeld de palen die in Venetië in het water staan. Die moeten om de 25 jaar vernieuwd worden. Die palen kopen we op, die selecteren we en daar maken we nu tegenwoordig ook fineer van. Het voordeel van dat soort materialen is dat ze ook een verhaal hebben. En het is het verhaal wat ons eigenlijk toch wel naar een hoger niveau tilt. We willen ook echt benadrukken dat dat geen slecht hout is. Want het is eigenlijk mooier hout zelfs nog, omdat dat eigenlijk mooie littekens heeft of heel mooie houtnerven. In principe starten wij van de stam om daar fineer van te maken. Fineer is een dun laagje echt hout wat aan elkaar gestikt wordt, dan op een plaat gekleefd wordt en zo verder afgewerkt wordt en kan dienen voor het maken van meubels, deuren, panelen. Anderzijds is het ook zo, al het hout waar we geen fineer kunnen van maken, maar we wel kunnen recupereren, kan ook in massieve vorm toegepast worden. Oh, Mr. President is ook een recuperatiemateriaal, maar wel in massieve vorm. Wij bestonden in 2013 50 jaar. En in plaats van eigenlijk een catalogus of een brochure of een tentoonstelling uit te brengen, hebben we eigenlijk een product op de markt gebracht dat eigenlijk stond voor alles waar dat bureau voor wil gaan in de toekomst. Dat was echt een bekroning, want ik ben eigenlijk al heel lang met ecologie bezig en met bewust omgaan met je bronnen. Als je dat dan ziet bevestigd worden, vind ik echt wel een soort van motivatie om daarop verder te gaan. Bij onze grootste afzetmarkt is eigenlijk momenteel Vlaanderen. Maar we denken toch dat we een aantal internationale hubs nodig hebben. Dus Londen is er alleen. We zijn momenteel in New York aan het onderhandelen om daar een vestiging te krijgen. En we zouden heel graag naar Hongkong ook nog een vestiging hebben. We proberen die wel zoveel mogelijk naar Mechelen ook te krijgen. Omdat we geloven dat Bulo zijn roots heeft in Mechelen. Het is ook een meubelstad, historisch gezien. We hebben hier een prachtige showroom en gebouw. Kijk eens rond, doe je ogen open en ontdek hoe mooi hout kan zijn.